Hallo, ik ben Erwin van Bussen van de Worp en vandaag gaan we het hebben over waterverdunbare olieverf. De waterverdunbare olieverf die ik vandaag laat zien is Cobra en die bestaat uit twee soorten, de studiekwaliteit en de betere kwaliteit. Dat zal ik allemaal uitleggen, ook de verschillende formaten die er zijn en natuurlijk ook de mediums en de vernissen. Oké. Okay, aan de slag. Waterverdunbare olieverf dus. Wat is nou eigenlijk waterverdunbare olieverf? Want ik merk wel altijd in de winkel dat uh, als mensen zeggen van nou, ik wil gaan schilderen met olieverf, en dan zeg ik, wil je dan waterverdunbare olieverf of traditionele olieverf? En dan zeggen mensen vaak nee, echte olieverf. Maar de waterverdunbare olieverf? Is eigenlijk gewoon olieverf? Alleen ze hebben er iets doorheen gedaan, een emulgator, waardoor het ineens vermengbaar is met water en dus dat je kwasten bijvoorbeeld makkelijk schoon zijn te maken. Dus eigenlijk is het gewoon normale olieverf, goede kwaliteit, met uh, olie en pigment en dankzij de emulgator kan je het vermengen met water. Dus onthoud dat, het is gewone olieverf. Nou, ik ga het vandaag hebben over Cobra. Dat is een merk en die bestaat er in de uh, topkwaliteit en die hebben we ook in een studiekwaliteit. En wat is nou het verschil tussen die twee, topkwaliteit en studiekwaliteit? Eigenlijk alleen maar pigment. Dus de hoeveelheid pigment die erin zit. En de pigment de bepaalt eigenlijk ook altijd de prijs bij een, uh, bij een verfsoort. Dus dat betekent dat een witte verf vaak goedkoper is dan bijvoorbeeld een uh, ceruleum. En dat komt gewoon omdat het een uh, veel duurder pigment is. Dus de betere... Verven, olieverf en waterverdunbare olieverf, maar ook acryl, die hebben gewoon verschillende prijsseries. Nou, en de beste kwaliteit, in dit geval Cobra, daar zit gewoon heel veel pigment in. Maar, wat veel mensen vragen, gewone olieverf, zoals deze tube van uh, Old Holland... Kan dat vermengd worden met de waterverdunbare olieverf? Want heel veel mensen hebben thuis natuurlijk al een heleboel olieverf en willen best wel overstappen, omdat de dampen en de voornamelijk van terpentine toch echt niet gezond zijn. En die willen dan overstappen. En kan dat? Ja, dat kan. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik zal even een tubetje hier pakken. Een gewoon wit tubetje. En ik meng dan altijd graag op een uh, afscheurpalet. Zo eentje als deze. Die is al uitgepakt. En nog wat kwastjes erbij. Voor de zekerheid neem ik ook altijd maar gewoon Cobra-penselen. Uh, de meeste penselen zijn wel geschikt, maar deze zijn synthetisch. En natuurlijk uh, heel geschikt voor het verven met Cobra-verf, omdat die stevig zijn. En toch ook nog weer wat water, uh, goed met water omgaan. Oké. Okay. Als je nu hebt dan je witte verf van cobra. En ik zal die hier opdoen. Dan kan je het dus vermengen met olieverf. Eigenlijk zoveel als je wil. Want dat gaat gewoon goed samen, ik zei al: uh, waterverdunbare olieverf is gewoon olieverf. Dus zoveel als je wil. Maar als je wil dat het waterverdunbaar blijft, dan moet je. Maximaal 25% traditionele olieverf gebruiken en de rest dus de waterverdunbare olieverf. Nou, ik zal het laten zien. Als ik dus zeg van nou, ik pak evenveel van beide, dan mengt dit echt super prima. Dat zie je eigenlijk direct wel. Er is hier helemaal niks aan de hand, er gaat hier niks mis. Alleen nu heb ik ongeveer 50% en 50% gedaan. En dan is het niet meer zo goed vermengbaar met water. Nou, kunnen we gelijk wel even testen. Nou, ik moet eerlijk zeggen: dit gaat best nog eh, heel goed. Maar als ik nou nog meer eh, olieverf er doorheen ga doen, traditionele olieverf, ja, dan wil het op een gegeven moment wat minder mengen. Kijk, nou voel ik, ja, dat is voor jullie misschien moeilijk te zien, maar dan voel ik echt wel. Dat het niet zo lekker meer mengt. En ook voor de stabiliteit van de verf is het niet goed. Zie je dat hier nu het water een beetje op ligt? Ja, kijk, dat is natuurlijk wat je niet wil. Maar als ik dan weer meer van dit er doorheen doe, dus die waterverdunbare olieverf. En dan heb ik procentueel zit ik dan wel weer goed. Ja, kijk, dan mengt het alweer veel beter. Dit is een prima verfje om mee te schilderen. Nou, zie je ook gelijk een beetje het verschil, nu je toch zo dichtbij uh, filmde, ...van met uh, acrylverf. Acrylverf, dat uh, kan je ook wel van die dikke kwaststreken krijgen, maar dat blijft dan niet zo mooi staan. En dat is het mooie aan olieverf en ook aan waterverdunbare olieverf. De penseelstreek blijft veel meer staan. Dus net zoals bij Van Gogh met zijn schilderijen blijven die penselen, die streken zie je er gewoon mooi in. En dat geeft een mooi expressief uh, karakter. Nou, dan is ook nog de vraag van, uh, kan je dan de... Mediums gebruiken van de traditionele olieverf, Zoals bijvoorbeeld die terpentine of white spirit. Ja, dat kan. Dat kan gewoon, dat is geen enkel probleem. Dus je kan je oude uh, mediums en uh, verdunningsmiddelen prima gebruiken. Alleen je wil natuurlijk langzaam maar zeker overstappen en dan zal je steeds meer met water uh, gaan werken. En natuurlijk de mediums van Cobra zelf. Dat zijn er drie. En ik zal even een uh, doekje erbij pakken. Dan kan ik daar uh, wat op schilderen. En dan zal ik nog iets beter laten zien hoe dat werkt. Ik moet er wel even bij zeggen dat als je gaat schilderen met olieverf en met waterverdunbare olieverf, dat het wel heel erg belangrijk is van wat voor ondergrond je gebruikt. Want de ondergrond. Uh, die moet een beetje zo zijn dat de olie er niet doorheen trekt. Misschien heb je ooit wel eens een keer geschilderd met uh, olieverf op papier en dan zie je aan de achterkant de olie zitten en aan de voorkant zit dus eigenlijk de verf zonder de olie. Nou ja, dat is eigenlijk alleen maar pigment en dan valt de verf gewoon uit elkaar. Dus zorg dat je een goed geprepareerd doekje hebt. En geprepareerd is dan altijd natuurlijk met gesso, een primer. Nou, we gaan gewoon eens eventjes. De gewone olieverf laten voor wat het is. We hebben het nu even over de waterverdunbare olieverf. Nou, ik heb hier nog wel wat wit liggen. Een beetje ander kleurtje erbij. Een hele oude tube. Als je van dichtbij kijkt, dan zie je dat die toch wat stug of soms een beetje taai is. Nou, daar kan je natuurlijk een drupje water doorheen doen. Dat kan. Uh... Met een pipetje of met een uh, penseeltje, met water. Dat je even een paar druppels water erbij doet. En dan zal je, als je goed kijkt, zien dat het al iets smeerbaarder wordt. Maar ik zelf vind echt onmisbaar de verschillende mediums, omdat je daarmee echt wel een hele fijne. Smeerbare substantie krijgt. Is ook hartstikke vettig, natuurlijk. Dat zie je hier ook al gelijk. En als ik dat er dan doorheen meng, ja, kijk dan kan je echt lekker schilderen. Heel soepeltjes wordt de verf nu. Maar dat medium dat gebruik je eigenlijk in een wat latere fase. Eigenlijk begin je eerst met uh, het verdunnen van de waterverdunbare olieverf met water. Dus ik pak gewoon een beetje verf en heel veel water. Nou, en dan zie je. Dat je bijna aquarelachtig hiermee een schilderij kan opzetten. Ik vind het altijd lekker, want dan heb je alvast eventjes de basisvormen erin. Zoals je ze wil hebben. En dan kan je vrij snel hier weer overheen schilderen. He, met een aantal uren is dit droog. En dan kan ik er gewoon zonder probleem overheen schilderen. En dat niet de onderliggende laag gelijk uh, mee gaat doen. Nou, een volgende laag. Want het is belangrijk dat je, net zoals bij traditionele olieverf, in de juiste volgorde werkt. Dus eigenlijk is dat ook weer wat ze dan zeggen: vet over mager. Nou, dit is dan mager en dan wordt het steeds vetter. Dus hierna zou bijvoorbeeld een laag kunnen komen met uh, pure verf. Stel dat je denkt: Nou, ik ben hier wel tevreden over. Het moet eigenlijk misschien ietsjes droger zijn, maar in principe gaat het zo ook wel. En als ik dus dan die pure laag eroverheen doe, dan hou ik me goed aan de regels. Van vet over maag. Dus een beetje schraal beginnen, zoals het heet. Nu gaat er weer een nieuwe laag overheen. En dan kan ik dus bijvoorbeeld dat gewoon een gewone medium gebruiken. Eh, want er is ook nog het snel drogend medium. Die twee zijn eigenlijk gewoon hetzelfde, alleen die snel drogende droog gewoon wat sneller. Dat zegt het naam al. Logisch hè. Oké, okay, een beetje blauw. In dit geval de studiekwaliteit van Cobra. We willen er wat blauw doorheen. En we hebben al puur geschilderd, dus nu kan dat met dat medium. Een beetje blauw, een beetje medium. Nogmaals, dit is het gewone medium, niet de snel drogende. Ja, sommigen willen heel snel werken. Ja, dan is dat snel drogende wel fijn. Nou, daar gaat hij. Dit kan er overheen. En dan zie je gelijk het leuke van olieverf en dus ook waterverdunbare olieverf. Je kan heel goed mengen op het doek. Ik kan de kleuren nu nog prima door elkaar mengen. En zo dus overgangen maken. Ik pak nou even wat blauw erbij. En een klein beetje medium voor de smeerbaarheid. Nou, en zo kan je dus je schilderij heel mooi opzetten. Laatste laag die je dan moet doen, als je dat wil, is een uh, glacierlaag. En daarvoor is dat Medium, Glazing medium. En daarmee kan je dus een transparante kleurlaag er overheen zetten. Dat heeft nu werkt dat niet zo heel goed, omdat dit natuurlijk nog nat is. Maar je kan je voorstellen, als je dat medium gebruikt, dat is super vettig, dus is die volgorde weer goed. En uh, dan kan je dus dan een uh, transparante kleurlaag eroverheen zetten. Zelfs bij, mijn, zelfs bij mijn eigen schilderijen doe ik dat wel eens. Als ik bijvoorbeeld vind dat de schilderij veel te druk is geworden, dan zet ik over hele grote vlakken soms een transparante, een doorzichtige kleurlaag. En dat heet dan glaceren. Nou, ik zal even laten zien een schilderij wat ik eigenlijk al heel lang geleden heb gemaakt. Jawel, van Suzanne. En uh, hierin kan je denk ik perfect zien wat je allemaal kan doen met. Uh, waterverdunbare olieverf. Zoals dus je hier ziet, is het echt heel erg uh, waterig. En uh, hier is het zelfs met paletmes en hier zie je de Vincent van Gogh-achtige penseelstreken en hier een combinatie van alle andere dingen. Dus ja, je kan er echt alle kanten mee op met die waterverdunbare olieverf. Oké, okay, er zijn nog twee dingen die ik wil zeggen. Het eerste is over het schoonmaken en het andere is over het vernissen even dat schoonmaken kijk wat een van de grote voordelen is met dat waterverdunbare olieverf is dat dus je kwast gewoon helemaal schoon kan worden gemaakt met puur water ik vind dat zelf echt een heel groot voordeel zeker ook omdat die terpentine en terpentijnen zo dus echt wel schadelijk voor je gezondheid op den duur in ieder geval vandaar dat ze veel kunstacademies tegenwoordig ook al zeggen nee geen olieverf meer gebruik maar gewoon waterverdunbare olieverf nou, je ziet wat ik heb gedaan, afspoelen in water, de rest aan een doekje en dan het liefst nog even wat schone water. En zelf gebruik ik dan heel graag even wat uh, penseelseep. Dat is eigenlijk een hele vette, beetje oude zeep. En dan kan je gewoon op dat blokje kan je dat doen. Nou en dan weet je eigenlijk wel zeker dat je penseeltje hartstikke schoon is. Deze is wat viezer. Als je het echt netjes wilt doen, doe het dan even met een paletmesje, haal dan de grote verfresten weg. En dit hele gebeuren kan dan bij het chemisch afval. En dan weer in het water, nou ja, met het zeepje, je snapt het. Maar nog even dat andere aspect, dat vernissen. Het vernissen kan het best natuurlijk met de vernissen van uh, Cobra. Die zijn er speciaal, speciaal voor gemaakt en die bestaan er in glanzend. Satijn en mat. En um, wat je moet doen bij vernissen is altijd heel belangrijk. Ik heb ook nog een keer een ander filmpje hebben we nog een keer gemaakt uh, over vernissen. Misschien is dat ook nog leuk om te bekijken. Want ik wou er hier niet al te diep op ingaan. Maar belangrijk is in ieder geval dat de spullen waar je dan mee werkt, dus je schilderij en de vernis, dat het allemaal op dezelfde temperatuur is. Liefst op kamertemperatuur. Dus niet dat je dit uit je koude schuur haalt en deze van je warme zolder. Dan kunnen er verkeerde dingen gebeuren. Uh, ja, waar je voor kiest, uh, glanzend, mat of uh, satijn, dat is een beetje aan jezelf. Glanzend uh, geeft wat diepere kleuren. En mat uh, maakt hem juist matter dan die van zichzelf is. Want door de olie in de waterverdunbare olieverf is de verf al wat glanzend van karakter. Nou, uh, ja, uh, ik zou zeggen... Uh, Bedankt voor het kijken. Als je nog vragen hebt, dan zet je het maar in de comments. Als je leuke ideeën hebt over andere filmpjes, vinden we dat ook super goed. Geef een duimpje, want het helpt ons echt bij de vindbaarheid, zoals dat dan werkt met algoritmes. En abonneren kan natuurlijk altijd, dan word je op de hoogte gehouden. Vooral als je even dat belletje aanzet, als we weer een nieuw filmpje hebben. En nog beter, anders kom je gewoon even gezellig bij ons langs in de winkel in Zwolle. Oké, okay, tot ziens, bedankt. Ik ruim even hier de boel op. En. Uh tot de volgende keer. En nog even een bonus tip: als je wil dat de verf echt heel dik erbovenop zit, dan kan je ook nog het speciale painting medium uh, painting past gebruiken. Dat is gewoon een pasta, een kleurloze pasta. Die je door de verf kan doen en die de kleur dus niet verandert, en dan blijft het nog beter staan. En zeker als je gaat werken met paletmes, is dat wel een hele leuke toevoeging.